Welkom bij een nieuwe aflevering van Game News. Het is vandaag donderdag 28 mei 2020. Mijn naam is Chris. En ik kan wel zeggen, er is weer breaking news. En we beginnen vandaag met The Last of Us Part 2. Gisteravond was namelijk de State of Play hierover. Ik had deze ook al gisteren aangekondigd in Game News. En Naughty Dog heb heel veel beelden laten zien van de single player. Ook best wel heftige scènes, moet ik wel eerlijk zeggen. Of het nou echt 16 plus is, denk ik niet. Ik denk dat het wel echt een 18 plus game is ook. Ze begonnen in ieder geval met een eerder uitgegeven trailer en lieten daarna behoorlijk wat beelden zien. Uiteraard kan ik deze helaas niet tonen hier in deze video. Dat mag niet, hè? Dat is copyright. In ieder geval nu en waarschijnlijk nog embargo. Dus dat doe ik maar liever niet. Strikes ben ik niet zo dol op. Natuurlijk, die State of Play staat helemaal in de beschrijving. Dus daar kun je gewoon naartoe gaan en dan kan je deze gewoon rustig bekijken. Ik vind het wel meevallen hoe lang je duurt. Kijkt in ieder geval heerlijk weg. En je ziet in ieder geval een langdurige sectie van de game waarin Ellie inbreekt in een gebouw vol met vijanden. En nogmaals, het is best wel extreem geweld. Ik vind het in ieder geval heel erg tof om te zien. De game gaat uitkomen natuurlijk op 19 juni. En ik weet al dat mensen hem hebben. Ik sta ook op de lijst daarvoor. Dus hopelijk komt hij snel binnen. Uiteraard exclusief voor de PlayStation 4. En hij zou natuurlijk in eerste instantie deze maand al verschijnen, maar natuurlijk uitgesteld vanwege het coronavirus. Er zijn heel veel beelden al gelekt, ook eigenlijk de volledige storyline. Daar ga ik jullie natuurlijk niet mee vermoeien. Ik zou zeggen, wacht lekker af en kijk hem of bij mij of speel hem zelf. Ik heb in ieder geval zin in om deze game te gaan spelen. Breaking news over de PlayStation 5. Want wanneer wordt deze nou eindelijk een keertje onthuld? We weten natuurlijk al hoe de Xbox Series X eruit gaat zien. PlayStation 5, ja, had ik eigenlijk al veel eerder verwacht. Maar ik denk natuurlijk vanwege corona en dat soort dingen behoorlijk uitgesteld. Ze zeggen wel dat ze nog steeds goed lopen qua tijdlijn. Dus dat de console gewoon op tijd moeten uitkomen. Maar Bloomberg en VentureBeat claimen namelijk te weten wanneer deze officieel gaat getoond worden. En dat zou zijn dan op 3 juni. En als je ook even deze tweet bekijkt, of tenminste ik heb een giasso ervan gemaakt, zie jij wat eruit zou komen, gaat komen voor de PlayStation. En gisteren was natuurlijk de Last of Us Part 2 State of Play. Nou, die is ook inderdaad gekomen. Nou, we krijgen 2 juni Mel Gibson Picture. En je ziet ook dan PlayStation Event staan in het midden. En daaronder weer Steam Acquisition. En daaronder IGN Game Reveals op 4 en 5 juni. En ja, heel toepasselijk ertussenin. Soon staat er. Hè? Geen datum bij. Maar ja, het is een beetje, ja, eigenlijk een beetje simpel gemaakt, moet ik wel eerst zeggen. Want je ziet zelfs het muisklikje bij Soon staan erachter. En het lijkt erop dat ze gewoon eventjes het vervangen hebben en dan helemaal niet met de volgorde, nou, helemaal niet aan gedacht hebben. Want ja, volgens mij is het gewoon de volgorde van boven naar beneden. En zou het dus moeten zijn ook op 3 juni. Nou ja, verder zie je nog een gesprekje tussen wat heren, hè, die daarmee te maken hebben. En ja, 3 juni is heel erg raar stil. Dus we gaan het afwachten. Mocht er meer nieuws zijn, kom ik daar natuurlijk meteen mee naar buiten. En ik zou ook zeggen, hou hiervoor mijn Twitter in ieder geval in de gaten. Season 4 van Call of Duty Modern Warfare is officieel aangekondigd. Een trailertje staat in de beschrijving. In ieder geval een aankondigingstrailer. En wat daarin meteen opvalt, is dat Captain Price officieel een operator gaat worden in de multiplayer. Hij zat natuurlijk wel in de singleplayer, maar nog niet in de multiplayer. Hij gaat er dus nu bij komen. De start daarvan is 3 juni en omdat veel mensen natuurlijk nog hun Battle Pass willen halen, is er aankomend weekend een dubbel XP event. Ik had het gisteren ook vermeld, maar ik denk, ja, ik wil het er even hier ook bij zeggen. Niet vergeten, aanstaande vrijdag begint deze en loopt tot en met zondag. Dit weekend is Far Cry 5 gratis speelbaar op de PC. Je kan hem overigens nu al preloaden via Uplay. En hij is speelbaar in ieder geval van vrijdag 3 uur 's middags tot en met zondag 6 uur 's avonds. En natuurlijk een videootje, een trailertje daarvan staat in de beschrijving.
De game Fast and Furious Crossroads was eerder uitgesteld, ook vanwege het coronavirus. Ook de film is uitgesteld. Maar er is in ieder geval nu een nieuwe release datum voor de game. Dat is namelijk 7 augustus. Dat is mijn verjaardag, dat is wel toevallig. Natuurlijk, een videootje staat in de beschrijving. Hij gaat uitkomen op de PC, PlayStation 4 en Xbox One. En ja, wie weet speel ik wel deze game op mijn 24 uur stream die ik 8 augustus ga houden. En hou ook daarvoor mijn Twitter en mijn kanaal natuurlijk in de gaten. Er komt een collection edition rondom de game Anno. En natuurlijk een trailertje in de beschrijving. Hij verschijnt in ieder geval eind juni op de PC. En het gaat om de games Anno 1503 en een multiplayer die erbij zit. De game Anno 1602, Anno 1701, Anno 1404. En verder, ja, wat misschien wel leuk is om te vermelden, is dat de game in ieder geval volledige 4K ondersteuning heeft. En het laatste nieuwtje van vandaag gaat over The Elder Scrolls Online, want er is een nieuwe DLC natuurlijk aanstaande, genaamd Greymoor. En nou ja, ik wou die in ieder geval eventjes nog aankondigen. De game update verschijnt op 9 juni, ja, over 2 weken is dat. En natuurlijk een videootje in de beschrijving. Dit was in ieder geval weer het game nieuws van vandaag. Ik zou zeggen, like eventjes deze video, dat zou ik super tof vinden. En laat vooral ook een commentje achter. Ook fijn. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye. En later.